morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die weet waar het vandaan komt of wat nog verder gaat. Alles is in de war gegooid, Jacob's plan is nu voltooid. Moeder, wat je blaffen doet, is in de pan gestrooid. Nou vader, nog een paar uurtjes en dan ben ik weer in Nederland. En dan gaat het feest niet beginnen. Verder niemand te vinden met oranje veters. In deze hele trein geen andere oranje veters. Ongelooflijk. Ik zei toch al dat het een slecht idee was? Nou, dat was dus wel jouw idee. Ach, helemaal niet mijn idee. Ongelooflijk. Op zoek gaan naar iemand met een oranje veter, belachelijk. Het kan helemaal nooit mijn idee zijn geweest. Ik vond het alles een heel goed idee. Oh ja? Ja. Ja, nou je het zegt. Ja, ik begin me wel iets te herinneren, ja. Het was mijn idee. Briljant. En wat zijn jullie aan het doen? Ik dacht dat jullie zouden werken. Zit daar niet een klein beetje stoffen? Ja, moet je kijken zeg. We zijn een plekje vergeten. Jullie hebben geen kaartjes, dus ik kan jullie er zo uitzetten. Nee, we zullen alles doen wat u zegt, meneer de conducteur. Nou ja, alles. Zeg je wat? Nee, meneer de conducteur. We doen alles wat u zegt. Kom. Daar, hier. Probeer dit eens. Volgens mij moet dit helpen. Moet dat echt mee, prof? Ja, doe nou maar, ik weet echt wat ik doe. Ja. Zeg, jij twijfelt toch hopelijk niet aan mij, hè, prof Piet? Ik heb je toch maar mooi van de balaf afgeholpen. Maar ik heb helemaal nooit geblaft. Moet jij nou per se over zo'n kleinigheid vallen? Weet je wat met jou is, proef Pieter? Jij bent gewoon een kniezorg. Een zeurpiet. Oh nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet, Sinterklaas. Nee, nee natuurlijk bent u geen kniespiet. Zeurpiet. Nee, ik zou zoiets nooit tegen u zeggen. Huh? Hoort hem ook? Ja, nee, Sinterklaas, het is volkomen veilig. Ja, ik heb gezorgd dat niemand erbij kan. Maakt u zich maar geen zorgen. Goed, Sinterklaas. Jawel, Sinterklaas. Dag. Sinterklaas. Sinterklaas. Chocolade, gevulde koeken, rondo's, heerlijke appels, dames en heren. Meneer, mag ik u misschien iets aanbieden? Wilt u misschien een appeltje? Ging dat over het grote boek, prof? Huh? Oh. Het grote boek van Sinterklaas. Zeg, heb je dat drankje nou al ingenomen? Waar heb jij dat grote boek eigenlijk, prof? Opgeborgen. Heel. Ik heb een glasje slimdrank nodig. Jij werkt me gewoon op mijn zenuwen. Hier is het. Zeg toch? Zit er nou een briefje op het boek, prof? Oh, dat is vast een of andere. Dat was een heel interessante notitie van mij. Boek een beetje vergeten, prof. Gelukkig dat ik het gevonden heb, hè? Zonder mij lag het nu nog steeds in de koelkast in het kasteel. Jij had het zo goed opgeborgen, prof, dat je het vergeten was. Geef het nou maar toe. Hier! Nou, jij misschien op met dat gemekker. Ja.
kaartje alsjeblieft. Oeh, een eind rijden, hè? Meneer, mag ik een kaartje alsjeblieft? Ja. Alsjeblieft. Het moet lukken. Het moet. Morgen komen we in Nederland aan en dan hebben we straks een blaffende muziekpiet. Ja, dat zeg ik. Stel je toch eens voor. Oh, stel je toch eens voor dat die Jacob in Nederland ook blafpoeder in de chocolade doet. Oh, daar moet ik gewoon niet aan denken. En als die in Spanje ongezien het kasteel binnen heeft kunnen komen, dan lukt hem dat misschien in Nederland ook. Ik snap toch steeds niet hoe die het kasteel binnen heeft kunnen komen. Misschien door de deur. Huh? Zeg, prof. Ik heb groot nieuws. Ik blaad niet meer als een schaap. Echt een wondermiddeltje dat je voor me gebrouwen hebt. Het smaakte trouwens helemaal niet gek. Ik wil eigenlijk nog wel een beetje. Zeg, prof. Hoe is het eigenlijk met je onderzoek? Ik weet niet wat hier zo grappig is. Hij weet niet wat er hier grappig is. Nee. Komt dat door een van je brouwseltjes? En hij weet het niet eens. Wat? Waar hebben jullie het over? Wat weet ik niet? Nou, als je het zou zien, dan zou je zelf ook niet bij mij komen van lachen. Wat dan? Hier, oh, hier. Nou, kijk zelf maar. Waar moet jij nou zo om lachen? Ik zie helemaal niks. Nee. Oren misschien. Ja. Oh, prof! Wat heb je met mijn oren gedaan? Nou ja, je belaat toch niet meer. We zijn er bijna. Vader, we zijn er bijna, hoor. Hé, kijk. Daar zit hij. Wie? Prof Piet. Is Prof Piet op deze trein? Nee, junior. Oh, Jacob, daar zit hij. Daar. Waar? Ik ben in de zevende bank. Uit raam. Dat is Veter. Ja, dat is hem. Nou hebben we hem. Weet je wat? We moeten naar hem toe. Maar wel voorzichtig, want anders ziet hij ons. Ja, dus laag. Blijf laag. Dames en heren, wij naderen station Paris. Station Paris. Voor de mensen die hier uitstappen, denk aan uw bagage. Kom, ho. Wegwezen. Je blaffen roept is in de pan gestrooid.